Tom gaat vandaag vanuit Oldgensplaat op stap met Mitchell Kroeze. Met de boot gaan ze op zoek naar Grote Snoek op de nabijgelegen Zuid-Hollandse wateren. Links of rechts? Rechts. Rechts. Ja, we gaan, daar gaan we starten. Ah, mooi. Nou, we zijn vandaag op de Oude Maas. Ik ben mee met Mitchell Kroeze. En we gaan vandaag vissen met crankbaits, kleine plugjes. Nou, we hebben fantastisch weer uitgekozen. Ruig weer, spetters, een beetje regen af en toe. Dus het is een beetje oppassen geblazen. Maar we zoeken lekker de mooie rustige stekken op en het gaat wel lukken. Komt wel goed. Zo, nou, we zijn hier op de rivier. En ik begreep dat we een beetje gingen gooien vandaag. Ja, dat kunstaars. Klopt. Ja. Wat gaan we precies doen? We gaan starten met vissen op de kripkoppen. Loop van ondiep naar iets dieper water, tot een meter of 6. Dus we gaan starten met een wat dieper lopende plugje. Ja. Kijken of daar de vissen willen bijten. Ja, wil dat niet lukken, dan gaan we echt de kripvak uitgooien. Er staan wat plantjes tegenaan, dus kunnen we hem iets ondieper plugje pakken. En zo kunnen we mooi de stek af gaan werpen. Nee, ik vis met een krinkbeetje. Mooi klein fijn maatje, natuurlijk printje. En nou ja, bij jou een rettelbeetje. Ja. Even wat vellen van kleur, geen schoep. Maar die kan weer heel goed tegen de stroming, kan even sneller vissen. Dus ja, twee paarden werden en lekker veel variëren vandaag. Van alles proberen. Ik ga hiermee starten. Dan vissen we nu nog mooi tegen een kripkop aan. Het is hier vrij snel, vrij diep. Je kan hier dus van alles verwachten. Het stroomt lekker langs die kop. En achter de kop liggen misschien roofblij, baars. Misschien de snoekie wat meer richting het ondiepe. Veel wind. Wordt misschien nog wat minder vandaag. Hoop ik. Beetje regen, dat valt gelukkig wel mee. Echt snoekweer in ieder geval. Echt snoekweer. Maar ja, we zijn hier voor alles en nog wat. Zo, we zetten het op een wat dieper stuk. En we gaan nu iets ondieper zitten hier. En er staan ook een hoop waterplantjes. Dus ja, ik kies nu iets... Iets met een kleine schoepie, iets wat ondieper loopt. En ja, kijken of dat werkt. Ik zie ook nog een heel mooi kleurtje. Ah, moet gaan werken dit. Gaan we even proberen. Die werkt wel, ja. Zo, kijk eens. Wat is dat nou? Roofblij? Ja, kijk joh. Mits, je haakt in één keer voor de kant een klein roofblijtje. Ah, kijk eens. Toch, hè? Iets meer wat ondieper, ander plugje eraan en raak. Nou, wat kleinere vis, dus die kunnen we mooi met de hand pakken. Ja, kijk eens. Ja, is leuk, man. Mooi is de visie. Hij dook er goed op, hè? Hier voor de kant. Hij dook er goed op, ja. Nou, eigenlijk de eerste stek. We staan nu op het diepe. Eerst gooien met wat dieplopende crankbaits. En nu hebben we hier een ondieper stuk, waterplantjes. Eigenlijk misschien de eerste of de tweede worp nadat we het kunstgras gewisseld hebben. Even een iets ondieper lopend plugje. En nou ja, dat firetiger printje, dat deed hem wel, hè? Dat deed hem dat wel, ja. Kleurtje. Ja. Mooi. Leuk. Echt erover. En heel leuk om te vangen. Ja, vooral. Is heel leuk. Top. Zo, nou, dan kan hij weer. Kan hij weer zwemmen. Terug de stroming, ja, dat wil je wel. Ja, Tom, aanbeet. Haakt hij er zomaar even eentje? Ja. Waar haakt hij? Moet je onder de boot? Ja, iets verder van de boot af. Oh, kijk eens, mooi schoenpaars. Dat was een gekke aanbeet, hè? Dat was een gekke aanbeet, ja. Je reageerde ook van, had ik daar aanbeet of niet? Ik twijfelde eventjes. Kijk eens, lekker man. Je kan hem even halen. Tom, we gaan hem met de hand pakken. Ja, die komt pakken kleine visje. Dus dat kan prima. Ah, is mooi gehaakt. Kijk eens. Rovers, die dingen. Ja, dat is geweldig. Kijk eens. Hij kan hem gewoon even halen. Nou ja, misschien kwam hier er... Kijk eens. Kijk eens even, Tom. Hey. Mooi snoepbaasje. Niet super groot. Nee. Maar het is een vis. Nou, leuk dat ze hem komen halen dan, hè? Ja, dat is geweldig. Het is echt wel vissen die je op deze manier goed kan vangen. Dus. Die vissen die zitten daar toch wel, die zitten vaak tegen de bodem aan. Ja. En ja, het werkt. Ja, nou, dat zie je. Zo. Zelf ga ik starten dadelijk met een ratelaar. Ja, dat is een ontzettend goede crankbait. Je kan er verschillende vissoorten op vangen, Tom. Het is een zinkende crankbait, dus je kan hem ook iets af laten zinken.
Ja, en hij pakt heel weinig weerstand in de stroming. Omdat hij mooi slank is natuurlijk. Omdat hij mooi slank is, okay. Geen stroefstuit erop. Ja. Ja, ik gebruik eigenlijk een redelijk strakke stok. Toch omdat je dan veel gevoel in de kunstaans hebt. 10 tot 40 gram, een redelijk wat topactie. Ik vis zelf graag met een moletje, niet te groot. Is een 3000-serie. Ja. Lekker werpen, 1000ste X9-lijn erop. Met een trekkracht van 9 kilo. Dat is... Dat is een hoop. Dat is best een hoop, ja, maar soms heb je het nodig, zeker in de stroming ook. Ja. En ontzettend belangrijk, altijd een stalen onderlijntje gebruiken. Er zit toch wat snoek op de rivier. Je vangt ze niet heel vaak, maar ze zitten er zeker. Dus ja, beter stalen onderlijntje, zodat je ze niet verspilt. Ja, en zeker met dat kleine aas. Dat is natuurlijk hapslik. Hapslik, hè? Tandjes eroverheen. Ja. Dus, Nou, we zijn vandaag op de Oude Maas. Prachtig viswater. Vandaag ook heel ruig water. Maar heerlijk om te vissen. Genoeg stekjes om af te vissen. En het leuke is, het is gewoon visbaswater. Dus zorg er in ieder geval wel voor dat je je visplanner app bij hebt. En dan kun je gewoon lekker een dagje vissen. Tom, vis, vis. Oh. Ja, vis. Zo dan. Kijk eens, Tom. Wel vis. Vis. Ik klapte er weer zacht op, hè? Ja, ik klapte er heel zacht op. Dat is een goede vis, hè? Dat is echt een goede vis. Oh, joh. Ook in die stroming, hè? In die stroming sterk. Zal ik het net er even bij pakken? Ja, voor zekerheid. Als je wil, graag. Oei, dit is wel spannend. Oeh, dit is zeker spannend. Oei, 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 oei. Oh. Kijk, wat zijn een grote snoek of zo? Ja, ik weet het niet hoor. Wauw, wauw, wauw. Wat voelde je? Klapte hij er zo op of zo? Ja, een heel zacht tikje voelde ik me. Oei. Oh, dat is wel spannend hoor. Dit is wel spannend, ja. Dit is eigenlijk niet het moment dat ik verwacht had. Met kunst aan het wisselen, nieuwe stek. Eigenlijk je eerste worp, hè? Eerste worp, ja. Dat zie je maar weer. Dat verkast je dat loont altijd. Kijk, joh. Oh. Oeh, dit volgens mij zit echt wel een... Als het me niet losschiet, zoiets natuurlijk. Die kleine haakjes altijd. Kleine haakjes, rustig aan drillen. Ja, nou, we hebben alle tijd. En dat blijft mooi onder de boot. Zo. Dat is geen klein snoekbaasje. Oh, grote snoek. Zo, dikke metersnoek. Zo. Zo, die heb ik even niet aan zien komen. Ja. Blijft mooi, hè? Blijft heerlijk. Op stap met de echte jongens. Geweldig. Goede roofvissers. Ruig weer, dat is snoek weer. Nooit verkeerd weer. En dan zo'n prachtvis eraan hebben. Hopelijk gaan we hem ook vangen. Want dat altijd het gevaar is, we vissen op hele kleine haakjes. We hebben wel een onderlijntje eraan. We hebben een onderlijntje eraan, heel belangrijk. Zo zie je maar weer, altijd een stalen onderlijntje gebruiken. Ja. Nooit alleen fluorcarbon. Oh, dan zijn ze sterker op die rivier. Ja, ze zijn geweldig. En als je naast de boot komt liggen, dan zet ik het netje eronder. Want deze moeten we echt niet... Oeh, als je het nog maar niet heel dun haakt. Ja, lekker man. Lekker man. Lekker man. Komt haakmat. Zo, prachtige snoek. Een bak van een snoek. Echt, super vis. Ja, dit is... Prachtig gedaan weer. Dit zijn ze wel, hè? Kijk, joh. Super sterk, heel dik. Heel stevig, grof gebouwd. Grof gebouwd, ja. Kijk. 1,6 meter en een bak van een vis. Ja, echt een wereldvis. Echt, joh. Ontzettend blij mee. Echt ontzettend blij mee. Gaaf, joh. Ah. Wat een beest, hè? Ze willen alweer. Ze willen weer, ja. Altijd heel belangrijk. Vis laten bijkomen in de rivier. Doe je dat niet, dan kan hij zo die rivier afwaarts gaan. Dus altijd even lekker laten bijkomen. Dan kan hij meteen weer rustig wegzwemmen en bijkomen. Zo. Gaat ze weer. Gaat ze weer, Tom. Top.